is voor jou de reden om er vandaag te staan? Er zijn mensen die worden afgeslacht en wij moeten toekijken hoe de overheid niks doet. United met iedereen die Palestina vrij wilt hebben. Because the more we are, the more our voices can be heard. You know, shame on the UVA for silencing all of this. We're all really frustrated. There's been zero support. Classes have been cancelled. Teachers have been protesting against this. We're all just really angry. It's unfair. Er wordt niet geluisterd. Er zijn eisen, die worden niet ingewilligd. En er, in plaats daarvan heeft de politie het geëscaleerd, heeft Halsema het geëscaleerd, heeft de CVB het geëscaleerd. Dus daarom zijn we hier weer. De gemeenteraad is hier boven aan het vergaderen. Denk je dat het effect heeft om hier te staan met deze demonstranten? Ik denk het wel, aangezien zij ons waarschijnlijk wel kunnen horen. Now it seems pretty peaceful. And yeah, I think being here at Waterloo Plain, quite in the city center, it is quite significant. Ik denk dat alles kan helpen. Omdat we onze stem laten horen. En omdat we de mensen binnen laten weten dat ze niet alleen ervoor staan. En ook om gewoon te laten weten dat we doorgaan.